2014. Een veel bewogen jaar. Veel ups en nog veel meer downs. Hier een terugblik met Jesper van Sotten. Nou, het ging eigenlijk wel, maar er waren wel het een en het ander aan frustraties. Ik zal maar van start gaan met een van de grotere. En dat is, iedereen kent het wel, dat is dat evaluatiesysteem van de universiteit. Waar je dan 20 mailtjes van krijgt dat je dat stomme ding moet invullen waarvan je denkt dat niemand het leest. Ik vond het gewoon een shitcursus, ik vond het waardeloos gegeven, ik vond het chaotisch. En dat heb ik ook gezegd. En het gevolg was dat ik het jaar daarop wilde ik bij een cursus zijn. En ik mocht gewoon niet binnenkomen. Hij mag die anonieme evaluatie niet koppelen aan mij. Sterker nog, er werd gezegd dat als ik het nog zou proberen, dat er maatregelen werden genomen. Nou, dat was dan mijn start van het nieuwe jaar. Niet echt goed. Ja, het is eigenlijk niet echt iets van dit jaar, maar ik heb er wel vaak mee te maken gehad. En dat is het gedrocht dat Windows 8 heet. Om een voorbeeld te noemen, hè, normaal gesproken, als je op een computer iets wilt verwijderen, dan druk je op configuratiescherm en dan programma's en onderdelen en dan verwijder je dat programma. Bij Windows 8 hebben de autisten die bij Microsoft werken besloten dat dat te makkelijk was. Dus hebben ze het zo gedaan. Je moet eerst linksonder op het startmenu, oh nee, het is nu het metromenu, klikken. Dan ga je door naar instellingen. In instellingen is een knopje configuratiescherm en daarna kom je bij onderdelen en programma's ofzo. En dat staat min of meer voor de filosofie van Windows 8. Maak het moeilijk waar het makkelijk kan. Maar ik ben waarschijnlijk nu alweer een oude lul op mijn 21ste, want ik ben er in feite al niet mee opgegroeid. Maar als je ermee bent opgegroeid, denk ik dat je dat ziet als iets wat normaal is. Het Veolia V-vervoer. Slechte service, weinig comfort. Het belangrijkste, proppen. Proppen totdat je erbij neervalt en eigenlijk nog geen lucht meer krijgt. Limburgers hebben altijd al een minderwaardigheidscomplex. En het vervoer is daar ook op afgestemd. We hebben namelijk het slechtste vervoer van het hele fucking land. Die treinen die zijn klein, ze maken rommel. En de klantenservice die bestaat niet. En als je dan vervolgens, hè, je bent het helemaal zat. Nou, ik heb toen een Facebookpagina opgericht naar die shitmaatschappij. Het gevolg daarvan was dat er werd gedreigd met juridische stappen. Want je mag kennelijk niet eerlijk zijn over de wanprestaties van dat rotbedrijf. Nou, in februari bepaalt de provincie wie vanaf 2016 het spoor mag hebben. En ik heb goede hoop dat die asociale Fransen, want ze zijn Frans, oprotten. En de maand waarin het gaat gebeuren, waarin je lekker bij het strand gaat liggen, waarin je met vrienden gaat chillen tot laat buiten, augustus, was te koud. Hè? Het is pas geleden nog in het nieuws geweest, we hadden het warmste jaar ooit. Met voorsprong. Zou je zeggen, heerlijk, ja, lekkere zomer, lekkere lente, lekkere winter. Wat was het nou? Ieder seizoen was te warm, behalve de fucking zomer. Een warme winter heeft niemand wat aan. Dan is het meestal alleen maar regenachtig en vies. Lijkt net alsof die idioten erboven ermee hebben gespeeld. Dus even kijken wat Nederlanders het kutste vinden. En ik wou dat er iemand voor verantwoordelijk was, want dan had ik diegene al lang wat aangedaan. Maar ik heb goede hoop dat het dit jaar misschien beter is. Nou, zo slecht als vorig jaar kan het bijna niet worden. 2014 was kut. Alsjeblieft.